Recent heb ik een praatje gehouden over de eiwittransitie. Daarin heb ik beloofd om een langere toelichting te geven over de deelonderwerpen die ik in de korte versie behandel. Dit keer een presentatie over ons landgebruik wereldwijd en wat ik noem de atomen en moleculen in ons eetsysteem. De korte versie, nou ja, het duurt nog steeds 23 minuten, die ik over het hoe en waarom van de eiwittransitie heb aangegeven, maar waarin ik ook wat kritische opmerkingen heb gemaakt, is te vinden via deze QR-code. De hele lezing staat op YouTube en via de onderstaande link is die gemakkelijk te vinden. Naast de lezing met plaatjes met een PowerPoint erin, heb ik ook een gesprek gehad met Jelle bij De Nieuwe Wereld. En via deze bijbehorende QR-code kan je ook dat filmpje of die lezing nakijken. Het gesprek bij De Nieuwe Wereld heeft tot enkele honderden reacties al geleid op YouTube. En ik doe mijn best om alle vragen en reacties die er komen ook te beantwoorden. Hier nog even de samenvatting van het eerste gesprek. Ik denk dat een plantaardige eiwittransitie of een plantaardige toekomst, dat toch wel een logische toekomst is om te promoten, mits we daarbij de juiste argumenten gebruiken. De belangrijkste argumenten om iets meer plantaardig en iets minder dierlijk te willen gaan consumeren is landgebruik wereldwijd en het feit dat we bij mensen hoog, zeker in de westerse wereld, hoog in de piramide van Maslow staan en gewoon veel eten, veel consumeren. En dat heeft dus ook rechtstreeks effect op het landgebruik. Voor mij de tweede reden is alles wat met diervriendelijkheid te maken heeft. Anno 2023 mogen we gewoon netjes met landbouw dieren omgaan. En ik kan me zelfs bijna voorstellen dat sommigen onder ons vinden dat we eigenlijk niet het morele recht hebben om dieren dood te maken, alleen maar voor consumptie. Ook ik voel wel wat voor het argument biodiversiteit. De druk die wij mensen op de aarde leggen is groot en dat heeft natuurlijk gevolgen voor de biodiversiteit. Er zijn wat mij betreft ook drie, ik noem ze hier non-argumenten, of eigenlijk minder sterke argumenten, dat is de juiste woordkeuze. De eerste is, het is wel erg makkelijk om te suggereren dat vlees en vlees eten en ook de productie van vee dus verantwoordelijk is voor global heating door de methaanemissies. Ik denk dat dat niet klopt, of bijna niet klopt, en dat we het vooral moeten hebben over hoe we onze verslaving aan fossiele energie kunnen reduceren. Dat is het grootste probleem. Dan gezondheid. Argumenten voor of tegen een plantaardig dieet, of voor of tegen een volledig vleesdieet, paleo bijvoorbeeld. Die zijn er wel, maar het gros van die argumenten is niet zo sterk. Je kan zowel met vlees als zonder vlees, als je je best doet, een prima gezond voedingspatroon hanteren. Het derde argument wat ik iets te vaak hoor, met name vanuit politiek, is dat een plantaardige transitie een zakelijke kans is voor boeren en dat daarom boeren maar meer bonen en peulvruchten moeten gaan kweken. Nou, ook dat argument zou ik graag van tafel vegen en dat moeten we maar niet hanteren. Vandaag dus wat dieper ingaan op het landgebruik en wat ik noemde feiten. Ik herhaal eerst wat plaatjes die ik ook in mijn vorige lezing heb gebruikt en daarna ga ik de verdieping in. Ja, die samenleving van ons, die is wel gegroeid. Van enkele tientallen miljoenen mensen zijn we gegroeid naar 8 miljard en we gaan door naar 10, de beroemde 10. En dat heeft natuurlijk zijn impact gehad. Niet alleen in aantallen mensen, maar vooral ook het feit dat als mensen rijker worden, als het GDP omhoog gaat, dat ze dan ook meer vlees gaan consumeren. En dat zie je duidelijk, dat verband zie je onder andere hier. Die vleesconsumptie is dus toegenomen en dat zie je dan ook gelijk in het volgende plaatje. De vleesconsumptie is met een factor 4 bijna toegenomen, vooral door de groei van de bevolking in Azië. In Europa is ook wel iets gegroeid in Noord-Amerika, maar ja, daar zit die groei wat minder groot. En waar zit die groei dan? Nou, vooral op kip. Het aantal runderen is ook met 40-50% toegenomen. Het aantal varkens wereldwijd is ruwweg met een factor 4 toegenomen. Maar vooral de groei in de consumptie van kip is geweldig groot geweest. En nou, dat zie je in dit plaatje wat je ook kan zien in Our World in Data. Nou, wat heeft nou die verandering in de laatste 100 à 200 jaar gedaan met onze wereld, onze aarde? Nou, laten we eens even kijken hoe het zit
met de hoeveelheid biomassa die over de hele wereld is. En die wordt uitgedrukt in de hoeveelheid koolstof. Nou, het gros van de biomassa zit in planten. Dat zie je in het groen, hier aan de linkerkant. Dan hebben we enorm veel bacteriën die in de grond, in het water en op de lucht zitten. Ook dat vertegenwoordigt een enorme hoeveelheid biomassa. Bij elkaar rond de 12-13%. En als we dan naar beneden gaan in het plaatje, eerst links, dan zie je uiteindelijk een klein vakje. Waar ook het aantal mensen en het aantal zoogdieren staat. En dat is dan weer vergroot in het gedeelte aan de rechterkant. Nou, dan zie je dat we een enorme hoeveelheid vis hebben, insecten. En dan rechtsonder zie je het aantal mensen en de hoeveelheid livestock, dus het aantal vee wat wij houden. En dan is er ook nog een paar procent wild. En spijtig genoeg is die hoeveelheid flink dus afgenomen. Want wat is er eigenlijk gebeurd in de laatste 100 à 200 jaar? Het zogenaamde natuurlijke wilde systeem wat er was, zoals bijvoorbeeld hier de bisons in Noord-Amerika, maar op meerdere plekken in de wereld hebben we hetzelfde gezien, die zijn eigenlijk, je zou kunnen zeggen, vervangen door landbouwhuisdieren zoals wij die zelf houden. Dit is een extreem voorbeeld van een feedlot, zoals je die ook in Amerika kan tegenkomen. En als we dus inzoomen op het aantal zoogdieren, dan zie je duidelijk dat het aantal natuurlijke zoogdieren of zoogdieren natuurlijk systeem inmiddels nog maar 4% is. En de totale hoeveelheid biomassa zoogdieren, ongeveer een derde zijn wij mensen. En dan hebben we ook nog eens een keertje bijna 2/3 landbouwhuisdieren, waarvan heel veel dus herkauwers zijn, een hoeveelheid varkens en ook kippen. Dus die verschuiving die hebben wij mensen natuurlijk veroorzaakt en ja, dat heeft een enorme impact gehad. Onder andere impact op hoe wij de aarde of het land op de aarde gebruiken. En dat zie je duidelijk in het volgende plaatje. Wij hebben zeer grote hoeveelheden land eigenlijk omgezet in landbouwgrond. En die landbouwgrond die gebruiken wij om ons eten te verbouwen, maar ook het eten voor heel veel dieren op te verbouwen. Nou, omdat we dus heel veel behoefte hebben aan landbouwgrond en er ook plekken zijn, bijvoorbeeld de Sahara, waar het erg moeilijk is om iets te verbouwen, omdat dat te droog is, hebben we spijtig genoeg dus ook grote hoeveelheden oerwouden en andere vormen van bos weggehaald om daar op te gaan verbouwen. En dan krijg je dit soort beroemde plaatjes van het oerwoud in de Amazonegebieden, waarin je ziet dat bijvoorbeeld grote sojavelden aangelegd zijn tussen de bomen. Nou, eerst de feiten maar even. Ongeveer 70% van het totale oppervlak van de aarde is nat, is water. Ongeveer 30%, 29% is land. En van die 29% verbruiken wij op dit moment ongeveer 10%, dus een derde, om landbouw op te bedrijven. En die 10% kunnen we weer onderverdelen in 2% waar we rechtstreeks voedsel maken voor mensen en 8% wordt ingezet om feed, dus voeding voor dieren, op te verbouwen. Samengevat, 10% van de totale aarde gebruiken wij dus voor feed en food. Dat is ongeveer een derde van het landoppervlak en daarvan is ongeveer 80% weer gerelateerd aan feed voor dieren en dus eigenlijk direct voor vlees, voor eiwit, voor melk, maar ook voor eieren. Dan wil ik daar een kleine nuance op plaatsen. Ook dat heb ik in mijn eerdere lezing aangegeven. Van die 80% is ongeveer 70% gerelateerd aan graslanden, zoals je hier bijvoorbeeld ziet in Zuid-Amerika. En ik denk niet dat we dat ook moeten, net als de bossen, om moeten gaan zitten naar sojavelden. Lijkt me onverstandig. In Europa kunnen we dit soort gebieden tegenkomen. Dit is Schotland. Gebieden waar inmiddels ook heel veel gras en heideachtige gewassen zijn. Waar we vooral alleen nog maar schapen of koeien kunnen op laten rondlopen. En Nederland is dan een hele vruchtbare delta. En een vruchtbare delta die zijn erg geschikt ook om rijgras op te plaatsen.
zodat je daar bijvoorbeeld melk via melkveesystemen kan maken. Nou, laten we eens even teruggaan naar de rationaliteit, noem ik dat, en de kennis over de natuurlijke biologische cycli. Er zijn er een paar die ik daarin wil behandelen. Het is een beetje college. Ik zou bijna mijn excuses ervoor aan willen bieden, maar ik heb het idee dat die cycli niet altijd duidelijk zijn voor veel mensen. Nou, de eerste cycli die ik wil behandelen, dat is de meest simpele, dat is die van water. Van zoet en van zout water. En die wordt hier op dit plaatje weergegeven. De belangrijkste zaken zijn verdampen. Verdampen van water uit rivieren en zoetwatermeren, maar ook vanuit de oceaan. Daardoor worden er wolken gevormd. En als dan de temperatuur daalt en de lucht is verzadigd, dan ontstaat er neerslag in de vorm van regen, hagel of sneeuw. Dan valt het weer op de grond. Water wat in de bergen terechtkomt, of smeltwater van sneeuw, kan in de vorm van rivieren weer naar de oceanen teruggaan. En op die manier heb je allerlei cycli. Naast deze fysische cycli hebben we ook nog te maken met verdamping van water uit bijvoorbeeld bomen of vanuit graslanden. En ook hier zie je dat in het plaatje. De tweede cyclus is de koolstofcyclus. En die bestaat eruit dat als plantaardige materialen onder de grond terechtkomen en maar voldoende tijd krijgen, ze omgezet kunnen worden in koolstof in de vorm van fossiele brandstoffen, of wat wij dan gebruiken als fossiele brandstoffen, zoals aardolie, steenkolen en met name aardgas. Wij kunnen dat mijnen er weer uithalen en eventueel verbranden, ontstaat weer CO2 in de lucht. Maar ook in het natuurlijke CO2-systeem gebeurt er gewoon heel erg veel. Opname van CO2 door planten, door bomen, consumptie daarvan door dieren en de emissie van methaan en CO2 dan weer de lucht in. Nou, er gebeurt heel erg veel weergegeven op dit plaatje. De volgende cyclus die de gemiddelde Nederlander sinds een paar jaar begint te leren te kennen, dat is de stikstofcyclus. Dat is eigenlijk ook een hele grote natuurlijke cyclus, waarin stikstof uit de lucht wordt omgezet in stikstofverbindingen. Die stikstofverbindingen worden opgenomen door planten. Die planten worden gegeten. Een stuk van die stikstofverbindingen die komt terecht in de grond. Daar heb je stikstofminnende bacteriën. Maar er zijn ook bacteriën die ervoor kunnen zorgen dat stikstof weer wordt omgezet. Dus nitrificatie en denitrificatie. En op die manier heb je ook kringlopen van de lucht naar de grond en weer terug, waarbij wij mensen inmiddels stikstof kunnen maken via Haber-Bosch. Ik kom daar later in dit praatje op terug. En de menselijke activiteiten zijn hier in het rood weergegeven. Na stikstof is een belangrijk element fosfaat. Op zijn Engels fosfor. En daar zie je dat fosfaat in de vorm van een mijnbouwproduct, rock phosphate, wat het op zijn Engels genoemd, gemijnd wordt en gebruikt wordt als stikstoffertilizer. Dat wordt opgenomen door planten, door dieren, maar uiteindelijk gaat dat via grond en grondwater, komt dat terug in watersystemen. Daar zit eigenlijk die stikstof heel erg weer verdund in, opgelost in het water. Het aquatische systeem heeft een belangrijke taak om ook die fosfaten weer terug te brengen naar het land. En daarom moeten we ook zo zuinig zijn op alle dieren, vissen die leven in ons watersysteem. Oftewel in de oceanen. Dus dat zijn de ruwe kringlopen, of de belangrijkste kringlopen van het leven. De belangrijkste kringlopen van het leven die gaan over wat ik noem atomen en moleculen. Digitaal eten is een beetje onzin. Zolang wij mensen zijn, zullen we echt moeten eten. En die atomen en moleculen die bepalen eigenlijk hoe het landbouwsysteem en het hele eetsysteem in elkaar zitten. En wij hebben eigenlijk sinds een paar honderd jaar wat heet een lineair eetsysteem gecreëerd. Dus in het midden staan wij mensen. Wij mensen produceren afval, ook in de vorm van poep en plas. Aan de rechterkant staat het dierhouderijsysteem, helemaal rechts gras, graslanden.
en opgegeten worden door dieren. Wij kunnen die dieren verwerken tot zuivel, tot eieren, maar ook vlees natuurlijk. Daar vindt afval bij plaats. Bij de dierhouderij is dat mest. En in de fabrieken zijn dat allerlei andere afvalstromen. Dat zie je rechts. En aan de linkerkant zie je hoe landbouw bedreven wordt. Hoe dat ook verwerkt kan worden, waar afval kan plaatsvinden in de hele voedselketen. En wij aan consumptie kunnen doen. Er zijn hier dus behoorlijk wat, ja, op z'n Engels heet dat byproducts, maar het zijn eigenlijk afvalstromen, waste streams. Nou, bij de mens is dat eten, maar ook onze humane poep en plas. In de fabrieken zijn dat ook reststromen. Overigens niet zoveel hoor, het gaat maar een paar procent. En wij zullen daar wat mee moeten gaan doen. Nou, als je grosso modo naar de getallen gaat kijken, dan wordt ongeveer 40% van ons eten weggegooid, wordt niet geconsumeerd. En er zitten grote verschillen in de oorzaken. Want in het Rijke Westen kopen we gewoon te veel en gooien we het daar naar weg. Maar bijvoorbeeld in Afrika, daar wordt ook 40% niet geconsumeerd. En dat komt vooral omdat de supply chains, dus de ketens, specifiek koelverse ketens, niet zo optimaal zijn. Waardoor veel producten als het ware verbieterd in de buitenlucht. Nou, dit is de meest gehanteerde manier om naar eten en afval te kijken. Maar er is nog een tweede hele grote bron van wat ik noem afval van atomen en moleculen. En dat is natuurlijk mest en plas. Het in gebruik of hergebruik nemen van mest, zowel van mensen als van dieren, ik denk dat dat het grootste gat is in de kringlopen en dat we vooral daarna moeten gaan kijken. De basiselementen van mest en kunstmest zijn NPK. En een grote hoeveelheid aan sporenelementen. En in sommige gevallen ook organische componenten. Maar NPK zijn eigenlijk de basis building blocks, zou je kunnen zeggen, van het leven. En sinds wij kunstmest uitgevonden hebben, hebben we voor elkaar gekregen dat we dus meer eten dan ooit kunnen maken. Je ziet hier kunstmest staan als inputs NPK aan de linker en de rechterkant. Want laten we wel wezen, landbouwbedrijven, of je dat nou modern doet, of op een wat ouderwetse manier, of je dat extensief doet of intensief, of je dat biologisch of niet biologisch doet, in alle gevallen haal je eigenlijk atomen en moleculen van het land af en die moet je weer toevoegen. Als je dat niet doet, dan put je de grond uit en je kan niet zomaar atomen en moleculen bijmaken. Dus landbouw is extractie en daarmee jat je eigenlijk ingrediënten. NPK vooral, en die moet je dus weer toevoegen. Het is niet anders. Het kan niet zonder. Er is geen perpetuum mobile in dit systeem. Nou, de uitvinding van kunstmest in verschillende stappen heeft ertoe geleid dat we eigenlijk veel meer voedsel per hectare kunnen maken. Sommigen vinden dat een efficiënt systeem. Maar het zorgt er in ieder geval voor dat de productie per hectare toegenomen is. En dit is het voorbeeld van granen. In de laatste 40, 50 jaar. En dat is maar goed ook, want anders hadden we nog meer van de aarde om moeten zitten en landbouwgronden met zoveel mensen als dat we nu hebben. En hier ga je denk ik het grootste dilemma zien waar we als mensheid voor staan. En ik heb dat maar eventjes met de oude tegeltjeswijsheid vormgegeven. En worden we nou door de kat of door de hond gebeten? Zonder inputs kan het niet. Zonder mijnbouwinputs is het heel moeilijk om zoveel mensen met zo'n hoog consumptiepatroon te willen voeden. En met die input zorgen we ervoor dat de hoeveelheid land wat wij nodig hebben eigenlijk gerealiseerd wordt door wat meer extensieve vormen van landbouwbedrijven. Waardoor we niet de hele aarde hoeven om te zetten naar landbouwgronden. Dus dit zijn twee dilemma's die eigenlijk als een soort wipwap elkaar tegenwerken. Nou, die inputs, daar valt natuurlijk heel veel negatiefs over te zeggen. Een ervan is dat wij stikstofkunstmest maken met een procedé wat Haber-Bosch heet. Het bestaat ongeveer 110 jaar. En met Haber-Bosch en heel veel fossiele energie, er wordt gezegd 4-5% van alle fossiele energie wereldwijd, maken we dus kunstmest of stikstofkunstmest. Dat is dus een zegen voor de productie van voedsel, een zegen voor de efficiëntie per hectare, want we kunnen inmiddels meer maken.
Maar niet zo'n zegen als het gaat om global heating en de inzet van fossiele brandstoffen. Naast stikstof gebruiken we ook fosfaat. En eigenlijk is fosfaat, net als aardolie, een mijnbouwproduct. Dat wordt als ruw fosfaat uit mijnen gehaald. En de grootste mijnen staan in Marokko. En die mijnen hebben ook een zekere vorm van eindigheid. Ik heb 10 jaar geleden daarover een documentaire gemaakt samen met Tinkerbell, die heet Save Our Children. Via deze QR-code kan je die bekijken. Want ook op het gebied van fosfaat en kringlopen van fosfaat hebben we mondiaal wel wat uitdagingen. De roep in de westerse wereld om daarom aan kringlooplandbouw te gaan doen, dat is een logische roep, ook wat mij betreft. En daar moeten we het maar een keer over hebben. Nou, die kringlooplandbouw bestaat er eigenlijk wat mij betreft uit dat we met iets minder inputs aan de gang gaan. Maar dat we vooral ervoor zorgen dat alle waste streams, uitloging naar de bodem, voedsel waste streams, maar ook mest, mest van mensen, mest van dieren, weer helemaal terug gaan brengen in het systeem. En op die manier kunnen we van een puur lineair systeem, waar nog heel veel inputs nodig zijn, iets meer circulair gaan werken. Dat is wat mij betreft een utopisch systeem. Je kan bijna niet helemaal circulair, maar de wens om meer circulair te gaan werken, per regio, per land, per continent, ik denk dat dat een logische roep is. Dan moeten we daar wel ook weer onderscheid maken tussen waar op deze wereld je leeft. Ik denk dat wij Afrika, grote delen van Afrika, niet moeten ontzien om kunstmest, zowel N als P te gaan gebruiken. Terwijl juist in Nederland, het druk bijvoorbeeld in Nederland, ik denk wij de morele plicht hebben om inderdaad intensief circulair te gaan werken. En in een kas kan dat bijvoorbeeld. Samenvatting, landgebruik en inputs. Ons landbouwsysteem is, ons eetsysteem in de hele keten is lineair. Wij jatten op zijn Nederlands ingrediënten. En er zijn veel afvalstromen. Het weer circulair maken met het ecosysteem van de aarde, ik denk dat dat een noodzaak is, een sterke wens is, en dat we dat moeten gaan doen. Zeker als je weet dat we tegen wat grenzen aanlopen, die planetary boundaries worden genoemd. Op het gebied van landgebruik, fosfaat en stikstof zijn dat naast biodiversiteit denk ik de grootste grenzen waar we tegenaan lopen. Die biodiversiteit staat onder druk door inzet van allerlei chemie, maar vooral staat die ook onder druk omdat we gewoon enorm veel mensen hebben die allemaal willen eten. En we dus grote delen van de aarde hebben omgezet, omgekat naar landbouwgronden. Ik denk dat dat de grootste drukfactor is van die biodiversiteit. Als je dat ook nog eens een keer combineert met rijk worden, hoog in de piramide van Maslow gaan leven, veel vlees eten, vaak willen vliegen of andere wensen die we hebben in onze consumptiemaatschappij. Ja, dan zie je dat we ergens tegen de planetary boundaries aangaan. Vanuit dat oogpunt en vanuit deze analyse is het ook gek dat zoveel Nederlanders eigenlijk de romantiek van extensief gehouden landbouwsystemen willen gaan hebben. Je hebt het over de 5-sterren varkensboeren, maar dat is best wel elitair. Wat ik ook elitair vind en bijzonder onverstandig is de roep om biobrandstoffen. Als wij landbouwgronden en NPK gaan inzetten, eigenlijk alleen om onze auto's op te laten gaan rijden en daar biobrandstof van gaan maken. Terwijl juist die kostbare landbouwgrond en die NPK nodig is om voedsel voor mensen te maken. Dan is de oproep van de nodige beta's, waaronder ik zelf, van om de rekenmachine erbij te pakken, denk ik heel erg begrijpelijk. Romantiek van extensief biobrandstoffen, alsof het weer allemaal lokaal, authentiek en circulair kan gaan worden, met een grote hoeveelheid mensen over deze hele wereld. Dat is iets wat ja, gewoon heel erg onmogelijk bijna is. Dus als beta vind ik echt dat we die rekenmachine moeten blijven hanteren. En juist vanwege die rekenmachine en de inzichten die daaruit komen, durf ik alvast wel 2 concluderende slides te delen. De eerste slide die gaat over wat ik noem de echt verkeerde politieke policies of de politieke wensen die nu met name
aan de groene kant van het politieke spectrum vaak worden gepromoot. De eerste is om die circulariteit heel erg eng lokaal te willen hebben. 20 kilometer, 50 kilometer of zelfs het niveau van Nederland. Ik denk dat we daar veel breder naar moeten kijken. Het doel om de fosfaat en de stikstofkringloop weer te sluiten of beter te sluiten. En geen verliezen daarop te hebben. Dat doel dat deel ik. Maar dat hoeft niet plaats te vinden alleen maar in de lokale provincie. Dus daar moeten we wat breder naar kijken. Het tweede wat je vanuit de groene hoek vaak hoort is, we moeten dus extensief en zonder kunstmest gaan werken. En ik denk dat dat ook een verkeerde oproep is. Ik gaf net al het voorbeeld Afrika aan. In Afrika kan het bijna niet anders. Dat wij het in Europa of specifiek in Nederland met iets minder doen en vooral die focus leggen op die circulariteit. Ik denk dat dat een logische richting is om nou te denken dat extensieve houderijsysteem of extensief farming de toekomst van de wereld is. Ik denk dat dat echt verkeerd is. In de slipstream daarvan is full vegan, dus veganisme promoten. Overigens niks mis mee is dat een paar procent doen, maar als dat dan geloof wordt met als doel dat de hele wereld veganist gaat worden, denk dat dat ook voorbij gaat aan hoe ecosystemen in elkaar zitten en de rol met name van mest. Dat dat toch een essentiële input is voor zowel het natuurlijke als het niet natuurlijke systeem. Voedselverwerking is ook duurzaam. Is eigenlijk een vorm van veel duurzamer zijn dan zelf verbouwen en zelf koken. Dus ook daar valt veel nuance op te zeggen. Het is niet zo dat als we maar weer thuis gaan koken, mijn eigen moestuin, dat alles weer goed gaat komen. Ten slotte twee punten die ook linken naar de energietransitie. De roep om biobrandstoffen. Ik denk dat wij collectief tegen biobrandstoffen moeten gaan zijn. Het interveneert te veel met landbouwgebieden, met grond dus, maar ook met die inputs, PNN. En het tweede waar we heel voorzichtig moeten zijn, wat mij betreft doen we het gewoon niet, is om bomen en zelfs hele bossen om te hakken om daar bijvoorbeeld elektriciteit van te maken. Dat is geen duurzame elektriciteit. Ik ben blij dat na 10, 15 jaar dat eindelijk ook mainstream denken begint te worden. Maar het is echt niet duurzaam en ik riep dat denk ik al 15 jaar geleden. Dus de roep om meer, bijvoorbeeld 25% organic farming te gaan doen, zoals Timmermans die nu doet, of de 10, 15 jaar periode die we een beetje achter ons aan het laten zijn, om maar met biobrandstoffen of met bomen aan de gang te gaan, dat is echt niet een verstandige richting. Wat dan wel? Wij zullen op een hoop plekken door moeten gaan op die intensieve landbouwpraktijken. Vooral kijken naar het sluiten van de kringlopen op wat grotere schaal, bijvoorbeeld op schaal Europa. Maar intensieve landbouw is niet iets slechts, integendeel. Het is een essentieel iets om die aarde te beschermen en ook voldoende ruimte te houden voor natuurlijke en wilde systemen. We zullen ook van regio naar regio moeten kijken. Nederland is een hele mooie delta met veel water en heel vruchtbare grond. Dus het is ook logisch dat wij een exportland zijn, dat we veel verbouwen. De roep om minder kunstmest kan ik tot op zekere hoogte in het rijk Europa wel snappen. Maar ik denk dat we vooral veel harder moeten gaan roepen op het volledig hergebruik en het herinzetten van mest, van digestaat en humane mest. Dus we moeten onze waterzuiveringssystemen zo ombouwen dat alle fosfaten eruit gehaald worden en dat dat product ook weer teruggaat naar het land. Eigenlijk iets wat we 100, 200 jaar geleden ook deden. Die eiwittransitie is een logische transitie en we zullen ook met economische maatregelen dus aan de gang moeten gaan. Het stimuleren van een plantaardig voedingspatroon, iets minder dierlijk in ieder geval. Een economische prikkel in de vorm van meat taxation of cheese taxation. Dat is echt wel logisch om op de politieke tafel neer te gaan leggen. Een beetje verstopt in het midden van deze slides is de groei van de wereldbevolking. Ik ben er geen voorstander van, want die groei die heeft juist gezorgd voor de verandering op deze aarde. Dus wat liberalere
euthanasiepraktijken. Als het leven klaar is, is het leven klaar. Maar vooral ook het promoten van minder kinderen. Je zou kunnen denken aan kinderbijslag bij kind nummer 3 en 4. Dat schaffen we af in Nederland. Dat is toch echt iets wat we politiek bespreekbaar moeten gaan maken. Als we het hebben over innovatie, maak ik graag onderscheid tussen wat ik noem chemische innovatie. En niet chemische, oftewel fysische technologie. De inzet van sensoren, robots, elektrificatie. Dat is echt wel een richting om ook in het voedselsysteem door te zetten. Als we met kennis van satellieten met minder inputs landbouw kunnen gaan bedrijven, dan is dat echt wel oké. Nou, die chemische bestrijdingsmiddelen, daar moeten we inderdaad voorzichtig mee zijn. Die lijken een groot impact te hebben op de biodiversiteit, specifiek op de rol van insecten. En als we echt met zoveel miljard mensen op deze aarde willen blijven leven en een bepaald welvaartsniveau willen hanteren, ja, dan zullen we toch ook dingen als nucleaire energie toch moeten gaan omarmen, ondanks dat we het niet moeten gaan zien als dé oplossing, want het is natuurlijk altijd iets in de energiemix. Ten slotte denk ik dat we natuur, zowel bossen, oerwouden, maar ook pampa's moeten gaan beschermen. En dat we wereldwijd moeten kijken of we de hoeveelheid gronden die we nu inzetten voor landbouwgebieden niet veel groter moeten gaan maken. Ook als die bevolking toeneemt. Plaatsen van meer bomen en zorgen dat er meer bossen komen, kan daarin een prima stap zijn. Kortom, er zijn in mijn ogen correcte en niet correcte maatregelen die we vanuit politiek en vanuit de maatschappij zullen en kunnen gaan nemen. Mits we daar niet ontkennen dat het landbouwsysteem een systeem is van atomen en moleculen. En dat we dus altijd het moeten gaan hebben over de consequenties van handelen en de consequenties van maatregelen.